is zo minstens. En al die regels nu, die contracten, al die regels. En al die... We waren aan ons bezig, mensen. Dan mogen mensen geen hoofddoek dragen. En dan mogen ze geen krusje dragen. En dan mogen kinderen niet hard roepen op de koer. En dan mogen ze geen rode schoenen niet meer aandoen. Wat voor fucking regel. We niet meer confetti smijten, op de grond tegenleggen. En we mogen geen appels niet meer plukken. Also, what the fuck, man. Zijn dat de bekommernissen van onze hedendaagse? Oh, de dringende problemen, mensen. Dringende problemen. Confetti. Voor het geen cafeïd. Heeft de confetti. First things first. Dat we dat al van de baan hebben. What the fuck, laat mensen toch doen? Kan mij dat schillen? Dat je kunt niet lesgeven in een handicap, want dan kunnen wij bakjes niet zien. Ik wil die bakjes niet zien. Geef gewoon les. Wat is dat nou? Jezus, kan mij dat schillen? Ja, ik wil het ook zien. Als tot je mijn rug naar mij, weet ik veel. Kan mij dat schillen? Wat zijn dat voor schillen? Dat is toch niet belangrijk? Waar lopen mensen in hun blote met pluimen en aarde? Prima, loopt ze rond. Wat is dat? Nee, dan moet je de bus niet pakken. Verzaak, laat mensen toch gerust. Kom maar, dat schillen van waar je ze. Hoe dat je wat kleren nog kan doen. Dan ga je van Marokko komen en je wilt geen jurk aan doen. Ja, doe ik een jurk aan. En een sloefkus eronder, prima, dat is toch tof. Noem maar gewoon, dat zijn criminelen. Op sloeven zeker. Ja, die gaan mijn portefeuille pikken. En dan kan ik heel het land rondreizen met een stoffen sloefje. Op zoek naar de dader. En Jeroen ging door het ganse land. En overal testte hij de voeten van zijn Midden-Oosterse vrienden. En wie het sloefje past, trekken het aan.